thank you for supporting us and everybody of us. We look forward to the next season to go together with you guys to Europe! It was at the beginning, of course, a nice feeling to know that you have these qualification games, because you got remembered what you reached the season before. Eerste Europese wedstrijd voorronde, een spannende dag wel, want je weet natuurlijk niet goed van de tegenstander wat je kan verwachten. En je hoopt gewoon dat je het goed kan doen, dat je een goede uitgangspositie kan voor jezelf kan zorgen. Dus ja, spannende dag. Doorlopen en dan de goede paas geven en Beel moet het afmaken! 1-0 Vitesse! En dan Openda niet, maar Bero voor zijn tweede. Bero, redding aan Bibi. En Kaleni! Oh, die gaat erin. McElhenny, kap nog even terug. McElhenny, die zijn tweede maakt en Dundalk op voorsprong zet in Gelredome. 8.751 toeschouwers zitten hier nu en kijken naar iets waar ze totaal geen rekening meer mee hadden gehouden. Maar het kan natuurlijk nog wel met Luis Openda. In my opinion, we really started well. We did a great game in the beginning. We had the chance to score a lot of goals, but we didn't score the goals. Like it always is in football, if you don't score the goals, then it can also go in the other direction. This happened. Therefore, it was important that Luis Openda scored really late in the game, the 2-2, that we have a draw as a first result. And then it was clear, okay, we have to go to Dundalk to win this game. And I like it. If you have a game like a final, the winner is go through and the other one is out. Je weet dat het gelijke hoogte is, de uitdoelpunten tellen niet meer mee. Dus ja, als je gewoon wint, ben je door. Zo simpel was de opdracht. En ja, dat, we wisten gewoon dat we een betere ploeg hadden dan zij hadden. Dus we hadden wel gewoon vertrouwen, ook al hebben we in de eerste wedstrijd niet gewonnen. En ja, we hebben gewoon één simpele taak en dat is winnen. Frederiksen. Kan hij dat tikje nog geven of gaat hij het gewoon zelf doen? Hij probeert het zelf al van richting veranderd en Bero. Bero schiet hem binnen. Manhoef er voorbij. Slok het van zich afgeschud. Manhoef door de benen bij de keeper en dan gaat hij er niet in. Boyle. Frederiksen, Chabot en dan komt Manhoef daar bij de tweede paal. Die wijst hij met hem hebben, maar Chabot doet het zelf. En dat kan natuurlijk ook. Kan natuurlijk altijd nog voor Dundalk en is dit een penalty? Ja. Vitesse mag blijven dromen van weer een groepsfase. Anderlecht dus het laatste station daarvoor. Ja, dan denk je speelt simpel uit. Alleen het werd 2-1 en dan weet je dat het nog billenknijper wordt. En de laatste 10 minuten kwartier was het nog vooral tegenhouden. En ja, gelukkig hebben we het overleefd en zijn we door naar de volgende ronde. It was not easy to play there. I think we deserved to win. We were the better team, but of course we also were lucky. And it was a fight. To be honest, these were not our best games against Dundalk, but it was the beginning of a great European season. You always want to achieve more, and the clear goal from us was to get in the group stage. After the draw, we thought, okay, Anderlecht, of course, is one of the toughest opponents we could get, but this is what we like. We wanted to challenge us with the best teams in Europe, and therefore it was a good draw. Anderlecht tegen Vitesse. Voor het eerst dat beide clubs elkaar ontmoeten in Europees verband. Voorzet. Die valt goed en die zit er bijna in. Die gaat erin. 1-0 voor Anderlecht. Chabot. Het schot is te halen. En dan de rebound van Tassa. Wat een knal. Murillo.
Daar is weer Amuzu, dus oppassen. Ja, daar is de 2-1 van Anderlecht. Oh, er ligt wel heel veel ruimte erachter. Is dit buitenspel of niet? Vlag blijft omlaag. Benito Raman voor zijn derde. Voor zijn derde. Nee, de binnenkant van de paal. Schot gaat er meteen in. Link duwen en trekken, maar blijkbaar geen overtreding erbij. Daza geeft mee. Tanane, Darvalou is voor het doel. Nou, die is sterk. Die krijg je niet zomaar van de bal. Die schiet er weer in. Tanane. Verscharen. Vindt ruimte om te schieten en schiet er weer in. Het is 3-3. Zelf kappen en schieten, dat was het idee. Die ruimte kreeg hij niet en dit is een penalty. Strafschop nog voor Anderlecht. En dat doet hij niet. Het eindigt in 3-3 in een bizarre avond in Brussel. Wie de groepsfase haalt, wordt een week later beslist in de thuiswedstrijd tegen de Belgen. Vitek neemt de corner zo. Deze variant. Hard schot. En binnen. Van richting veranderd. Vitesse heel snel op 1-0. Daza wil niet schieten. Blok gezet, dat is goed. Vitek en 2-0. Wat een goede goal. Handig gevoetbald in de kleine ruimte. Nu wel. En de mogelijkheid. Bal op de paal. Rebound zit er wel in. En dan is het 2-1. En dan is het wel klaar. Wat een enorme ontlading in Arnhem. Vitesse plaatst zich voor de groepsfase van de Conference League. I think this was the first absolutely highlight this season. We had a lot of supporters in the stadium and we did a great game. And I think we were the better team. But also it was close because one goal more from Anderlecht and then you have to go in the extra time. But at the end, we were the better team. We deserved to go through and the party after, what is possible these days, was something really special to celebrate together with the supporters in the stadium. And you could feel, hey, something real special for Vitesse. We are on the group stage of a European competition. It was really special. I don't know when I scored two goals in a game. I think it wasn't back in the youth. So it was very special. And I think this is also a game I will always remember. And especially then that we made it was even more nice. Ik denk dat de wedstrijden tegen Dundalk en Anderlecht wel ook voor het team wel bijzonder waren. Europees natuurlijk een nieuwe ervaring voor sommige jongens en ook voor mij dan. Dus denk ik toch wel bijzondere momenten. Zeg maar. De loting voor de groepsfase volgt en Vitesse komt in de zogenaamde pool des doods terecht. I remember when we were sitting in the media room, it was exciting. And then when I saw first the group with Stade Rennes and Tottenham, I thought, okay, this is the highest level you can get. So in the first moment, I was not happy about that. But the more I thought about, the longer it took, I thought, hey, perfect. So nobody expects anything from us, and we have again the chance to play against minimum two top teams, and also against a good team in Mura. So yeah, it was a perfect draw when we look back. Eén tegenstander hoopten we sowieso te krijgen, dat was Tottenham Hotspur, en die kreeg ook uiteindelijk in de groep. En verder had je nog Stade Rennes, ook een groot team die daarvoor nog Champions League had gespeeld. Dus met Mura was de groep compleet en ik denk uiteindelijk wel een zware, maar wel een hele mooie groep. Als je heel eerlijk bent, heel realistisch bent, dan weet je dat het heel moeilijk wordt om door te gaan. Maar je weet ook dat het voetbal altijd heel gek kan lopen en dat je boven jezelf uit kan stijgen. En dat, daar heb je wel gewoon geloof in. In de eerste groepswedstrijd van de UEFA Europa Conference League treft Vitesse het Sloveense NS Mura. Het is goed voor je gevoel als je daar met een overwinning kan starten, dan begin je de poolfase lekker. Strakke voorzet, hier is Bero alsnog, die ligt klaar, net iets te kort. Tronstad, nog eens Tronstad en die schiet er weer in. 1-0 Vitesse. Tanane met Amaris uithalen met links, zo bovenkant lat. Volgens mij viel ik in de 65e minuut. Ik trainde die tijd ook echt lekker, dus ik merkte aan alles dat ik er lekker in zat.
uiteindelijk het Europese debuut was misschien een beloning. En de kopbal zit er nu wel in en hij doet het weer. Net als tegen RKC, de aanvoerder van Vitesse met de 0-2. Tegen morgen ook weer te scoren, dus persoonlijk was het ook lekker om zo terug te komen. Tegen Moeren was wel gelijk een beetje toon gezet, zeg maar. 2-0 gewonnen en nu door. If you start with a win, it's always very important also to make a little bit pressure directly to the others, to show them, hey, we are there. Natuurlijk kijken we even naar de stand en dan denk je van ja, even bovenaan, dat is mooi. Dus goed begin, dus zo moeten we doorgaan. Stade Rennes is natuurlijk een tegenstander van een ander formaat. Ik ben wel benieuwd hoe je jezelf als ploeg zijnde kan meten aan zo'n team. Doekie slingert hem voor. Prima voorzet. Kopbal, scheelt niet veel. En dan nu Vitek. Ja! Ja! Heerlijke goal van Vitek. Die dat natuurlijk ook al deed in de wedstrijd tegen Anderlecht. Goeie ingreep, Rasmussen, maar alsnog de kans. Schubert is te laat hier en dan komt er een strafschop. Girassi. Vitesse moet eerst hier oppassen. Sulemana met de kans en het doelpunt. Bal schiet door en Openda. Schot nog van Tronstad. Oh, wat een redding. Vitesse verliest in eigen stadion met 2-1 van Stade Rennais. We showed again that we can play on this level and it was a really close game. We deserved also more than a loss. The way we performed made my thoughts really positive. I think we played very good, especially the first half. We controlled the whole game, although we lost the game, but I think it showed that we can also play on this level. And then. Volgt op donderdag 21 oktober een wel heel speciale wedstrijd. Tottenham naar Arnhem, dat is de wedstrijd iedereen natuurlijk naar uitkeek. Stadion vol. It doesn't matter on the pitch or outside, it was something totally special. The stadium was sold out, great atmosphere and we did a great game. Corner van Vitek, druk bij de eerste paal en verlengd door Rasmussen. Daar Falouk, veel ruimte op rechts. Daza, het is gezien. Vader Frederiksen komt in beweging, Openda is ook mee. Daza zelf! Davies voor zich. Vitek ineens doet het! Hij doet het ook! Vitek, weer hij in Europa. Came, yeah, perfect on my left foot. And yeah, I only had one option, to take it direct. And yeah, the ball went in. I think also a little bit lucky that the goalkeeper didn't catch it, because I think it was not that difficult, but at the end it doesn't matter. The ball was in and yeah, it was the winning goal, so... Het is klaar. Vitesse verslaat. Een arrogant, hooghartig Tottenham Hotspur met 1-0 dankzij een goal van deze man, van Vitek. We won, but not only we won as the better team against Tottenham. And then to come back to the results, we had six points out of three games, so we were fully in the competition. We said, okay, it's halftime and we are totally in. 6 points in the pocket, we go to London and we want to go for more. The trip to London was of course something special. It was strange because of the change of the coach. Antonio Conte came, so the preparation was different. We watched more games of his former clubs, of Inter, than any games of Tottenham. To go to the motherland of football is very nice, and also the stadium is unbelievable. I think it's one of the nicest stadiums in Europe. Heung-min Son, Harry Kane. It's very nice to challenge yourself with players like this. Hier is Vitesse met Vitek en ja, die heeft vertrouwen in Europa. Moura, Lucas Moura en weer Schubert met zijn tweede redding en dan slaat hij de bal weg. Dan valt hij voor de voeten van Son en die schiet hem raak. Makkelijk weg, Moura is de beste optie. Nou, ze lopen er nu zo doorheen en dan wordt het 2-0. Reguilón, dit gaat wel heel gemakkelijk en dan is het aan Kane om die bal binnen te lopen. Die zit er toch in? Ja, die bal is over de lijn. When it was 3-0 down,
I sit outside and thought, hey, we do it well. We do it really well. We slept in three moments, but let's keep on going. Hoekschop Vitek. Valpartij en de kopbal, die gaat er ook in. Zo is het 3-1 en dan vermaken we ons wel met deze partij in Noord-Londen. Prima binnengekopt. Niemand bij de paal. Valpartij van Doekie, die doet niet mee. Maar daarachter nog die andere grote man uit de verdediging. En die troeft Dyer af. Lucas Moura schuift hem zo in de voeten van Gibault. En Vitesse heeft continu mensen voorin. Nou, dit is de kans. En dit is ook gewoon 3-2. Zo vechten ze zich terug in de wedstrijd. Biro. Daarbij geholpen door Lucas Moura. 3-2. Wat een uiterst merkwaardige wedstrijd is dit. Openda is goed gebruik gemaakt van het lichaam. En dan is hij weg. En krijgt Romero de gele kaart. En dat is de tweede inderdaad. Die is weg. Door met 10. Kane naar de grond getrokken door Doekie. Dan komt de volgende gele kaart. Rood. Nu is Schubert weer eens uit zijn goal. En die gaat er ook af. En zo is het 10-9 als die Bello beoordeelt dat hij Hens gemaakt heeft. Kane komt in beweging. Lo Celso daarachter. En die gaat het beslissen. Nee, dat doet hij niet. Tottenham Hotspur 3. Vitesse uit Arnhem 2. We made a really, really good game. Especially after you are 3-0 down. I think nobody expected us to come back. But we showed, we are Vitesse Arnhem and we don't give up. And I think that was the most important thing also out of this game. I think everybody in the Netherlands and in Europe noticed, hey, they could play on this level and it's a great team. After that was clear, okay, now the pressure is high. We have to win in Rennes to stay in the competition. Ja, weet je, dat het een cruciale wedstrijd wordt. Je mag in ieder geval niet verliezen. En ja, het liefst moet je winnen natuurlijk. Want je weet niet op wat het andere veld gaat gebeuren. Dus ja, we wisten wat ons te doen stond. Ik moet eigenlijk wel zeggen dat ik heel erg zenuwachtig was voor die wedstrijd. Ik was eerste denk ik echt een hele grote wedstrijd ook in de basis. Natuurlijk als jonge speler droom je daarvan. Kappen draaien, schieten en scoren. Ja, dit gaat wel heel erg makkelijk, Laborde. Schermt terug, oh helemaal vrij. Ja, vlot 2-1 maken er maar. Huisman, bam, Huisman. Ja, Huisman 2-1. Een prima moment om even terug te slaan. Want bij de 2-0 was Vitesse toch even behoorlijk van de leg. Je moet presteren en iedereen verwacht dat je presteert. Dus uiteindelijk is het extra mooi dat je dan het team kan helpen met dat doelpunt. Maar hier, met veel gevoel. En dan is dit Laborde met zijn derde. Vitek, bam. Nee, dat lukt niet. Maar Buiting nu wel. Het staat 3-2. Ja, ze zwaaien wel naar die grens. Maar het is geen buitenspel, dus is het 3-2. En kan het misschien alsnog wederom. Nu dan Manhoef. Komt hij eraan, Manhoef. Openda. Yeah, 3-3. I remember exactly the moment when we scored the 3-3. Maxi Witte came to me, hey coach, we go for a win or we go for a draw? And it was difficult for us because of course we knew the result of Moura. And then we said, okay, let's keep the point. And with the combination of this point and also then the result of Moura, it was an amazing evening. Somebody told us, yeah, hey, Tottenham lost against Moura, and at the end it was a win-win situation for both of us, for Stade Rennes and for us. Then we had 7 points after 5 games, and then yeah, everybody knew now the last game against Moura was very important. Also before the game we started to calculate how many goals we have to score and everything, but for us important was that we go in the game, just that we have to win. Maar dan gebeurt er iets waar niemand rekening mee had gehouden. De avond daarvoor lees je wat berichten in de media over de wedstrijd van Tottenham tegen Stade Rennes. Tottenham had veel coronabesmettingen. Was niet duidelijk of de wedstrijd door zou gaan. Was niet duidelijk wat met onze wedstrijd zou gebeuren. Dus ja, heel chaotisch. We kwamen in de ochtend bij elkaar. En natuurlijk heb je het er met elkaar over van
wat gaat er gebeuren? Gaat de wedstrijd niet door? Gaat het wel door? Daar was nog steeds geen duidelijkheid over. Stel dat je wel gaat spelen, moet je er klaar voor zijn. Dus dat hebben we ook gewoon tegen elkaar gezegd van, we hebben geen invloed op de beslissing die je gaat komen. Zorg gewoon dat je klaar bent om te spelen. Uiteindelijk wordt besloten dat de wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Stade Rennais niet doorgaat. In Arnhem daarentegen wordt de laatste groepswedstrijd wel gespeeld. Before the game you knew, okay, we play now, if we win, we don't know what will happen. That was a little bit strange. But nah, I think we had so much focus on this game and everybody knew what we have to do. So at the end I think it was clear. We have to go out, we have to play these 90 minutes, we have to win the game. Doekie daar, Daza. Bero, goed snel gespeeld, geen buitenspel. Openda, eerste kans en de doelpunt er ook. Ja hoor, daar is de eerste voor Vitesse al. Dat gaat lekker snel. Buitink op de juiste plek om te profiteren. 3 minuten gevoetbald en Vitesse leidt. Goeie trap dit van Houwe, daar is Openda. Openda zelf, ja daar is hij. Keeper staat toch niet heel lekker. En dan is daar de 2-0. Het is zwak verdedigd en dan kan Openda zo door. En dan hoeft hij niet eens perfect in de hoek te schieten. Maar doet hij dat heel goed. En hij gaat er alsnog in. Door geklungel achterin bij Moura. Huisman scoort en het is 3-0 voor Vitesse. Het helpt ook wel mee als je gelijk in de beginfase scoort. 2-0, toen 3-0 bij mij, ja, eigenlijk een soort van intikken, maar goal is een goal. Jebot, krijgt hij hem goed voor het doel? Ja, nee, net niet Openda. Bal verlengd en dat is een kans wellicht. Duw van Witek en het schot van Witek, dat is wel knap gepakt. Oero. Achter Chipot gespeeld. Oeh, te veel risico daar in de aanname. En dan wordt dit, ja, 3-1. En zo beëindigt Vitesse een ontzettend knappe groepsfase in de Conference League. En dit zou een historische avond kunnen zijn. Want wellicht is dit genoeg om voor het eerst in clubgeschiedenis Europees te overwinteren. I remember now some situations. I think it would be also possible to win 5-1. But at the end, yeah, 3-1, we made it, and this was the most important thing. It was a mixture of some players were disappointed about the second half, some players were not sure what to do. And then I remember also, Matthijs Bero came, hey, we won this game, we have 10 points in our group, what's up with you guys? And he was totally right. We did a great job in the group stage, and of course, we couldn't know exactly, are we through or not? Ja, we waren aan het trainen en we kwamen terug. Toen hoorden we al een beetje van de trainers geroezemoes moest. En toen we terugkwamen in de kleedkamer, ja, pakte je telefoon erbij en zag je het nieuws op het internet staan. Dus ja, toen hebben we wel een klein feestje gevierd in de kleedkamer. It was amazing. The fans, you got so many messages in social media also. And also here at Papendal and in the city. It was something special and it's really nice to be part of it. Ja, eerste keer in de geschiedenis van de club, dus ja, sowieso mooi om met dit team geschiedenis te schrijven. En ja, denk gewoon een beloning op een mooi anderhalf seizoen wat we gedraaid hebben. Je gaat elke keer door naar de volgende wedstrijden, zeg maar. Je leeft elke keer naar de volgende wedstrijd. Dus uiteindelijk sta je niet echt, denk ik, stil bij wat je neer hebt gezet. Dat komt later denk ik pas. Dus nu is het door en Rapid Wien staat op de planning. It's a good feeling, of course. I think when I look back to the last 1.5 years, we beat a lot of records and also this historical thing, yeah, is something special. And hopefully we go on like this. And now we go to Austria against Vienna, and we are looking forward again to 2 special games for us. We lopen wel natuurlijk een tegenstander. Ik ken ze niet heel goed. Ik denk wel dat er kansen voor ons liggen. Ik denk dat we wel een goede kans hebben om door te gaan. Als wij gewoon ons niveau halen en gewoon weer, net als de andere Europese wedstrijden, gewoon een goed niveau halen, kunnen we zeker doorgaan. Rapid is a really good team. It's a high level traditional club in Austria.
They also changed the coach now, so we have to see what they do in the preseason. So it's a real big challenge for us, but our confidence is big enough to say that we have our chances to go through. We like to play in Europe and we like the past, but it should be not the finish now. Let's see how the season will end.